Goedendag, het is enigszins wisselvallig weer in Nederland. Er vallen nu en dan buien, er zijn ook zonnige perioden. En die onstabiliteit die zorgt er ook voor dat hier en daar wel wat van dit soort wolkjes gezien zijn. Een beetje trechtervormige wolkjes, we noemen dat ook wel tuba's. Als ze helemaal tot aan de grond komen, spreken we zelfs van een windhoos. Nou, dat is in dit geval niet het geval. Maar het geeft wel onstabiliteit aan. Het is onbestendig buiten. En de komende dagen blijft dat ook zo. En wat dat betreft, deze hond die is aan het uitkijken naar de hondsdagen. Die beginnen zo rond 20 juli. Een periode van 3 à 4 weken noemen we de hondsdagen. En dat heeft niets met hondenweer te maken. Nee, dat is de warmste periode van het jaar als je dat klimatologisch bekijkt. En die hondsdagen, daar komt voorlopig in Nederland heel weinig van terecht. Want wij hebben hier echt te maken met een wisselvalliger weerbeeld. En misschien zelfs wel af en toe een dag met echt hondenweer. Ik ga de weerkaart er eens bij pakken van Europa. En ik begin toch weer even met die warmte in het zuiden van Europa. Het is veel in het nieuws. En we zien het ook hier weer terug op de kaart. Donderdagochtend, dan is die temperatuur in het zuiden van Europa al veel plaatsen boven de 30 graden. Terwijl wij in het noorden echt met lagere temperaturen te maken hebben. En als ik deze animatie aanzet, en dat gaat snel, dan zien we constant die rode kleuren opkomen in het zuiden van Europa. Daar blijft het voorlopig heet. Als u volgende week ook op vakantie gaat die kant op, houdt u er rekening mee dat u met heet weer te maken gaat krijgen. We zien hier overigens de kaart van zondag. We zien dan een laag drukgebied boven Groot-Brittannië. En in Nederland wordt het dan echt een onbestendige dag. Ik laat u dat zien op deze weerkaart. Dan gaan we naar de grondkaart toe. Het blauw, dat is neerslag dat er valt. We zien dan boven het zuiden van Europa dat daar nauwelijks tot geen neerslag wordt verwacht. Maar hier in het noordwestelijk deel van Europa toch echt wel die buien. En dat komt ook door die west-noordwestelijke stroming die er staat, die de wat koelere lucht aanvoert. Ook boven de Alpen, waar eigenlijk die wat koelere lucht botst met die hete lucht uit het zuiden, daar zie je ook vaak wolkenvorming, buienvorming. En dan kan het af en toe behoorlijk tekeer gaan met onweer, hagel enzovoort. Ook in het weekeinde zal dat zo zijn. Kan het echt eventjes noodweer worden hier en daar. Hier zien we dat ook gebeuren. Wat we verder ook zien, is dat die noordwestelijke stroming eigenlijk wel in stand blijft worden gehouden in onze omgeving. En hier komt die depressie aan, die we ook op de andere weerkaart zagen, met flink wat regen. Zondag lijkt echt wel een natte dag te gaan worden, met daarbij ook flink wat wind. En sommige weermodellen komen zelfs met heel veel wind later op zondag en ook op maandag. En zo af en toe komt er dan weer zo'n uitlopertje van een hoge drukgebied voorbij. En dat zorgt er dan voor dat het weer tijdelijk wat rustiger wordt in onze omgeving. Maar eerlijk is eerlijk, wisselvallig weer de komende periode, dat is echt wel het menu. Laten we de kaart voor morgen er eens bij pakken. Dat lijkt net een wat betere dag te worden. Donderdag, dan kan er misschien wel een enkele bui vallen in de middag, maar op veel plaatsen blijft het droog. En de temperatuur ligt zo tussen de 20 en 23 graden bij zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Wordt natuurlijk nog flink gewandeld in Nijmegen omgeving. Nou, daar ziet het eigenlijk prima naar uit. Er kan een bui vallen, maar over het algemeen toch die afwisseling van stapelwolken en zon. En dat geldt ook wel voor de rest van het land. Daarna toch wel weer wat meer onbestendigheid. Ik kan u dat mooi laten zien op deze kaarten. Vrijdag, zaterdag en zondag duidelijk ook die buienvorming bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Zondag, als die storing dichterbij komt, meer bewolking, zelfs perioden met regen ga ik vanuit. En de wind die neemt ook in kracht toe. Vrij krachtig aan de kust, misschien zelfs wel wat meer wind. Dat is zeker niet uitgesloten. Het is wel iets om in de gaten te houden, denk ik. Die wind die we op zondag en maandag kunnen gaan krijgen. Het is niet zeker, maar wel iets om in de gaten te houden. Zeker als u bijvoorbeeld gaat kamperen op maandag. Dan het temperatuurprofiel. Er gebeurt niet zoveel. Het is allemaal zo rond die 20 graden, 22 graden. Dit is voor het midden van het land. Voor het zuiden van het land mag u er 1 of 2 graden bij optellen. In het noorden misschien een graadje eraf. Maar het is heel constant. We zien eigenlijk nauwelijks dat er een trendbreuk is. Er komt niet koudere lucht aan en er komt geen warmere lucht aan. Nee, het blijft allemaal zo rond die 20 graden. In het midden van het land dus, want in het zuiden is het wel wat warmer. En dat heeft alles te maken met de windrichting. En dat kan ik u mooi laten zien aan met dit gekleurde grafiekje. We zien 0 tot 100% en elke kleur stelt een windrichting voor. En wat we zien domineren, dat is het geel en het oranje. En geel-oranje, dat is zuidwest tot west. En ja, dat blijft eigenlijk in die hele periode dominant in onze omgeving. Kortom, die luchtsoort verandert niet echt. Natuurlijk, er komen af en toe een paar fronten voorbij, maar er komt niet zeer warme lucht aan en ook niet zeer koude lucht. Het blijft allemaal een beetje hetzelfde. Heel af en toe wat meer rood, dat is dan een zuidelijke windrichting. Als dat gebeurt, kan het net wel eventjes iets warmer worden.
Wat betekent dit voor de bewolking? Nou, dat varieert natuurlijk ook al, want soms komt er een storing voorbij en soms niet. We zien bijvoorbeeld op de zondag en maandag dat bewolking echt wel overheerst. Veel grijs zien we dan, maar de dagen erna is het toch echt wel duidelijk ook geel in beeld. En dat betekent dat de zon zich goed kan laten zien. Hoe geler, hoe meer zon, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, het is een westelijke stroming, storingen vanaf de oceaan. Dat betekent ook een hoge kans op neerslag. Vanaf 1 mm kijken we hier en dan zien we eigenlijk dat die donderdag, die valt wel op, dat is morgen, dan valt het wel mee met die buien. Maar daarna moeten we er toch rekening mee houden dat we bijna dagelijks de paraplu nodig hebben. Nog fijne dag.